Vandaag ga ik met de billen bloot en verpest wat puzzels in Captain Toad. Hallo allemaal en welkom terug bij de doodwaze avonturen van die malle maffe, gouden ouwe, kapitein Toad Baas. We gaan vandaag lekker verder met waar ik de vorige aflevering zo goed in was. Gewoon een heleboel aanklooien en hopen dat de oplossing vanzelf mijn kant opkomt. We beginnen lekker met level 17. Nog iets. Met een draai. Er zijn best veel levels die in hun naam met een draai hebben. Dat houdt in dat je het level moet draaien. Soms is het niet zo heel ingewikkeld. It's not rocket science, maar er zijn wel een heleboel raketten. Dus misschien een klein beetje. Ik wil vandaag over een onderwerp gaan praten wat jullie allemaal heel goed kennen. Waarschijnlijk ben je namelijk wel eens in een zwembad geweest. En zo niet heeft een of andere pestkop je wel in een slootje gegooid. En zo niet, zelfs als dat niet gebeurd is, heb je vast een keer de afwas moeten doen zonder afwasmachine. Misschien nog wel het ergste van al deze dingen. Ik vond vroeger zwemmen in het zwembad zo leuk. Om een heleboel redenen, vooral de grote hoeveelheid urine. Maar wat ik ook heel leuk vond was dat ik na een hele dag zwemmen altijd super erge rimpelige huid had. Ik zat van kijk, ik ben een oude man. Een soort weglachen dat we allemaal oud worden en uiteindelijk doodgaan. Je kent het wel, als je er echt over nadenkt, momenteel groeit er al een boom waar we ooit je grafkist van maken. Doe er wat leuks mee. Het is echt een nare gedachte. Dus in ieder geval, welkom terug bij een nieuwe video. Wat leuk dat je weer kijkt voor iedere dag positiviteit. Nee, het ding is dus, heel lang dachten wij dat die oude mannenhuid of oude vrouwenhuid, als je een dame bent, dat het gewoon een stukje scheikunde / biologie is. Dat wij gewoon, ja, wij mensen zijn logischerwijs geen vissen. En dat onze huid het gewoon niet zo chill vindt om nat te worden en dat dan gewoon een beetje water uit onze huid in het zwembad trekt. En dat is best een logische verklaring voor wat er aan de hand is. Maar toen opeens was er een gigantische plot twist. Wat bleek opeens? Mensen die kapotte zenuwen hebben in hun handen, op het moment dat zij, ja daar komt ie, op het moment dat zij precies dit doen, naar een zwembad gaan, wat gebeurt er dan opeens? Nou, even kijken, we moeten zo geloof ik, ja. Wat gebeurt er dan opeens? Als je zenuwen helemaal kapot zijn in je handen, dan krijg je opeens geen rimpelige huid meer. Wat dus laat zien dat de rimpelige huid helemaal geen stukje biologie is. Nee, de rimpelige huid is gewoon je zenuwen die in één keer merken van, hey, fuck broer, we zijn in het water. Oftewel, we moeten even gauw een trucje uithalen. Blijkbaar heeft je lichaam door van, hey, water, hartstikke nat. Wat gaan we daar eens even aan doen? Nou, blijkbaar is het idee dus dat door je handen heel erg nat te maken, krijg je meer rimpels, waardoor je meer oppervlak hebt. Fuck. Waardoor je beter dingen vast kan pakken. Dat is blijkbaar de hele geheime logica achter de rimpelige handen. Het is gewoon puur een reactie van je lichaam, zodat je beter dingen vast kan pakken. Terwijl je handen hartstikke glibberig zijn. Dat was het eigenlijk. Ik denk, wauw, dit is een super cool feitje. Maar nu ik het vertel halverwege, denk ik weer, ja, zo leuk is het nou ook weer niet. Het allerleukste aan dit feitje is gewoon rimpelige handen op zich. Ik krijg gewoon de neiging om de bakken de gootsteen vol te laten lopen met water. Even lekker mijn handen erin te hangen. Oh, de extra doelstelling was, loop geen schade op. Had het even gezegd, voordat ik twee keer schade opliep. Eens even kijken. 18, de schat op de top van de torens. Ik geloof dat level 18 de laatste is. Oftewel, we gaan eens even lekker die toadbaas daadwerkelijk redden. Nu we het toch hebben over hele fijne gevoelens aan vroeger. Wel, die weet ik vroeger fucking chill vond. Wij hadden vroeger hier iets dat heette de Beepbus. En dat was een bibliotheek, maar het was ook een bus. Dat het een bus was, had ik zelf dan weer vrij weinig aan. Het was meer gewoon heel chill dat, ja, ik hoefde niet helemaal naar de bibliotheek. Dus stopte gewoon één keer per week stopte er gewoon een busje naast mijn school. Zonder, zeg maar, vieze pedofielen erin. Dat was gewoon een gast die zei, hey, je kan hier boeken lenen voor echt 10 cent of zo. En ik leende al superveel stripboeken, Suske en Wiske, al die bullshit. Dat was super lachen. Maar ik zag dus dat momenteel in Amerika en zo is een klein probleempje dat heel veel kinderen die willen eigenlijk niet meer boeken lenen bij de Beep. Omdat ze kunnen blijkbaar niks. Daar heb ik ook wel eens last van. Niks mis mee. Waardoor ze dus eigenlijk de boetes oplopen en die niet kunnen betalen. En als kind is een boete van een paar euro wordt al best wel hoog. Vooral als je ouders zoiets hebben van, nee, rot op, ik ga dit niet betalen. Dus blijkbaar hebben ze op een aantal plekken de optie om nu je boete weg te lezen. Dat, hé, je hebt je boek te laat ingeleverd. Hier heb je een hele stapel met nog meer boeken. Lees die maar even uit. En dan is je boete weer weg. Moet je daar zo'n boekverslagje van maken of zo? Dat is nog wel erger misschien.
En dan kun je weer verder met je leven. Even kijken. Ik wil ook graag verder met mijn leven, maar dan moet die gast waarschijnlijk dood. Oh, dan moet je waarschijnlijk vanaf daar doen of zo. Beste vuurbalgooiman. Stel, ik wil jou dood, hè? Stel, gewoon even voor de grap. Moet ik dan zeg maar zo op je hoofd? Oké, cool, cool, cool. Anders mag je niet verder naar de rest van het level, zeg maar. Dus... ja, dacht... wacht eens eventjes. Ik denk zomaar dat ik een geheim gevonden heb. Ik ben er nog niet helemaal zeker van, maar... Oh, toch wel, toch wel. Oké, ja. Ook goed. Beetje verwarrende route. Voor de rest heb ik nog een heel zielig verhaal. Het gaat over Charlie. Charlie was een paard die zat vast in de mijnen van Mexico. Daar heb ik toevallig afgelopen week een heel interessant feitje verteld over de gevaarlijke mijnen van Mexico. Nou, deze mijnen van Mexico, dat is echt helemaal geen pretje. Even kijken, hoe zat het ook weer? Ah, ja, ja. Deze dingen zijn gekruist. Dus als hij daar staat, dan moet je hem hierin gooien, geloof ik. En dan hopen dat hij nog niet weggaat, ja. En dan daar even in. Laten nerds! Charlie was in ieder geval een paard en er was in één keer een mijn ingestort. Waarom in andere landen storten jullie mijnen altijd in? Kun je niet even stevigere mijnen bouwen? Tip van Rick. Vind je het ook zo irritant dat je mijnen telkens instorten? Bouw ze steviger. Tip van de dag. In ieder geval, er was een gigantische mijn ingestort. Er zat een paard vast. En ja, kinderen die vastzitten in een mijn nemen toch iets wat serieuzer dan een paard. Maar uiteindelijk, na een maand, is dit paard gered. En hij leefde nog steeds. Wat best wel indrukwekkend is eigenlijk. Hij had een maand lang overleefd. Door middel van een heleboel water dat toevallig via een of andere grot naar binnen lekte. Dat dronk hij. Er stonden nog een paar karretjes en hij heeft een aantal palen opgegeten. Misschien is dit ook waarom die mijnen instorten. Dat de paarden gewoon zoveel honger hebben dat ze hout beginnen te eten. In ieder geval na een maand werd Charlie gered. Alleen toen waren ze zo enthousiast dat Charlie leefde. Ze gaven hem een heleboel eten en ook een heleboel sterke drank. Waarna Charlie zichzelf dood heeft gedronken. Ik hou van dat soort lullige verhalen. Paard overleeft een maand lang praktisch zonder eten. Gaat vervolgens dood door te veel eten. Ik zie daar op een bepaald gek niveau de ironie wel van in. Even kijken. Er is een heleboel te doen. Ook een heleboel dingen om mee dood te gaan. Even kijken. Ik geloof dat dit het was. Als je dit weet te overleven in ieder geval. Zou je willen stoppen met dingen naar mijn hoofd gooien? Thanks. Oh, nee, 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 nee. Oei! Oeh! Even geen tijd voor grappies nu. Oh. Oh, dat was heel matig, of niet? Ja, echt heel matig. Ik knip wel even hier naartoe. Ik heb echt geen zin met het hele level. Oh! Nou, hé. De gamesnitters begreep zelf ook al dat ik echt geen zin had om het hele level opnieuw te doen. Lekker bezig. Ik wil vandaag met jullie ook een beetje praten over kunst. Zijn jullie bekend met Leonardo da... Nagel. Teennagel. Het is niet helemaal Leonardo da Vinci, nee, we hebben het over Leonardo da Teennagel. Engelstalige naam, Leonardo da Toneel. Hij was een man die op een universiteit in Amerika een heleboel vrouwen stiekem in de bibliotheek, terugkomend thema, hun teennagels lakte. Er waren gewoon heel veel vrouwen die gewoon aan het chillen waren. En op een gegeven moment erachter kwamen dat hun teennagels opeens gelakt waren door deze mysterieuze kunstenaar. Uiteindelijk is er een man aangehouden met 15 potjes nagellak bij zich. Die was flink verdacht, maar hij kon niet vervolgd worden, want ze hadden geen bewijs. Ze hadden geen daadwerkelijke beelden waar Leonardo da Teennagel in actie was. Maar met wel meer van dit soort misdadigers. Ze kunnen niet stoppen, dus uiteindelijk hebben ze de beste man opgepakt. Terwijl hij inderdaad een vrouw druk aan het lakken was. Ik denk dat het gewoon een of ander soort rare food fetish is ofzo. Ja, ik weet ook, ben ook vooral benieuwd op welke manier is dit strafbaar. En ook, is het veel minder strafbaar dan op andere ongewenste manieren aan mensen hun lichaam zitten? Als je alleen hun teennagels lakt, stiekem. Ik weet niet man, ik ben geen expert op dit gebied. Ik kwam het gewoon tegen en ik dacht, ja, dit is echt raar. Dat vertel ik in mijn video's altijd. Ja, echt rare dingen. Nou, hey. Die gasten even dood willen gaan. Een stukje hoger. Got hem. Kijk eens aan. Oké, ik wil vast even zeggen, als je zo iemand bent die als dingen heel stom zijn en dat je zo je hand zo tegen je gezicht aandrukt, ik zou alvast beginnen. We hebben dus nu eindelijk Toad weer gevonden. Heel deel 1 van de game was Toad die Toadette zoekt. Vervolgens wordt Toad ontvoerd en gaat Toadette erachteraan. Nou, maar 3 keer geraden wat er nu gebeurt. Wat gaat er nu gebeuren, denk je? Oh, is de vogel er alweer en hij neemt weer Toadette mee? Wat origineel!
mag ik me spelen als Toad? Ik had verwacht, hey, laat me spelen als een ander personage. Laat me spelen als Princess Peach of Toadsworth. Zo'n hele oude, smerige, vieze opa Toad. Met van die rimpelige huid, alsof hij heel lang in het zwembad heeft gezeten. Maar nee, wordt vervolgd. Ja, nee, we gaan weer spelen als Toad. Makes lots of sense. We hebben in ieder geval dit level gehaald. Ik geloof met 3 edelstenen. Helemaal fantastisch. Nu ben ik even in de war hoor. We hebben een nieuw boek natuurlijk. Je hebt boek 3 vrijgespeeld. Dus toch. Ik weet het, we gaan naar boek 2. Want ik heb geloof ik een foutje ontdekt in de game. Ik heb dus momenteel, kan je hier zien, ik heb 53 edelstenen verzameld, ja? Als je nog goed onthouden hebt van de basisschool, de tafel van 7. Ik weet in ieder geval dat 53 is niet deelbaar door 3. Ja? Als het goed is. Ja, dat is niet deelbaar door 3. Dus, waar je een beetje tegenaan loopt is, ik heb dus ergens een edelsteen gemist, toch? Oh, ik heb er ook echt een gemist. Kut. Ik heb bij mijn andere save game, heb ik ze allemaal gepakt. En hij zegt alsnog 53. Ik heb er echt 10 keer doorheen gebladerd. Nee, ik dacht eventjes dat ik daadwerkelijk die ene die ik gemist had, de vorige aflevering al gepakt had. Nu sta ik gewoon heel erg voor lul. Ik heb niks gezegd. Ik herhaal. Ik heb niks gezegd. Oké, dan gaan we lekker door naar boek 3. Wauw, waar zou dit over gaan? Een nieuw avontuur. Top. Oh man. Ja, voor mij is de stijl van de game wel een stukje, donker, spannend, extra muntjes, die hebben natuurlijk keihard nodig, vooral aangezien ik nog van plan ben heel vaak dood te gaan. Kom maar door, klim op dat lalletje, Captain Toad, pak hem. Yay, ik vind het zo stom, zo van, oh, blije muziek, wat goed gedaan, ik liep een trap op. Ik heb moeilijkere levels gedaan dan dit, scheelt niet heel veel, maar dit kan ik. Oh, wauw. Er is een vogel. Nooit eerder gezien. Hé, hey, Toad, misschien moet je gewoon stoppen met die sterren pakken als die fucking vogel telkens komt. Gewoon een tip. Oh, nee. Daar gaan we weer. Ik vind de muziek van Captain Toad wel echt heel leuk. Klaag me maar aan. Breng me maar naar de rechter. Welk level kunnen we al doen? Want vaak moet je dus later een beetje... Hier heb je 80 van die dingen voor nodig. Heb ik gewoon. Nou, dan spelen we deze even vrij. Ik hoef niet meteen te spelen, maar ik wil hem gewoon even hebben. Oh, oké, vanaf dit punt moet ik wel eigen dingen gaan halen. Oké, laten we gewoon beginnen bij het begin. We beginnen bij gevaar speelt geen rol. Gevaar speelt wel een rol. Ik heb een zeer beperkte hoeveelheid levens. Doe even normaal. Verder wil ik jullie vertellen dat ik gisteren mannenliefde heb gedronken. Dat klinkt als een andere naam voor sperma. Dat is het waarschijnlijk ook, maar het is ook een biertje. Het is verrassend lekker. Er zit citrusgras doorheen. Dit level staat super makkelijk. Je kan dus die dingen pauzeren. Dus je kan gewoon dit doen. Alleen ja, nu ben ik toch wel zo'n kind of guy die zeg maar al die edelstenen wel even wil pakken. Dus... Oh, ik kan ook voor extra taak wel handig weten. Meteen wat de extra taak is. Verzamel 75 munten. Ik ben met dit level echt zo vaak doodgaan dat ik echt meerdere keren game over was. Dus je kan ook meteen naar rechts. Mogen je net zoals ik tragisch slecht zijn. Je moet eventjes heel snel zijn hier vooral. Oké, we zijn hier. Dus even te kijken wat het plan van aanpak is. We moeten sowieso daarheen. Oh, daar is een liftje. Oké, dus je kan vanaf het liftje daarheen. Hoe je daar komt, geen idee. Dat zien we zo meteen wel. We gaan beginnen bij de eerste dingen die we moeten doen. Het is alleen een beetje eng dat er zit zo'n dude daar. Zo dan denk ik. Ja. Oh nee. Een bijna, misschien. In ieder geval, mannenliefde is aan te raden. Dat is best een grappige uitspraak. Mannenliefde is aan te raden. Ook buiten de context dat het een biertje is. Mannenliefde, niks mis mee. Even kijken. We kunnen daarheen dus. Dat is sowieso een extraatje. En dan dus daaronder op een manier. Maar hoe? Even kijken hoor. Oh, je kan gewoon daardoor... Oké, dus ik ben eigenlijk alleen maar hierboven om dit te kunnen pakken. Even kijken waar die gekke vuurdraak vandaan komt. Kunnen hem zo... Oei! Kunnen hem soort van ontwijken, wilde ik zeggen. Dankjewel. Hele fijne dag verder. Top. Sta ik hierboven.
En dan kan ik hier weer naar mijn... Oh, ik was ook iets met munten pakken. Helemaal vergeten. Wat was het? 75 stuks, toch? Dus je moet voornamelijk even die hele grote bergen pakken. Of is dat nog steeds niet genoeg? We gaan het heel snel zien. Ik heb hier nog wel mooie munten. Even kijken, waar ik er meer over hebben? Ik wou het heel graag met jullie hebben over Canada. Prachtig mooi land. Ik kwam er net een heel leuk feitje tegen over Canada. Canada, zoals je waarschijnlijk weet, ligt keihard boven Amerika. Het is best wel grappig om er dan achter te komen volgens dat in Nederland meer Engelstalig sprekende mensen wonen dan in Canada. Een land wat grotendeels Engels sprekend is. Hoe kan dit? Nou, in Nederland hebben wij gewoon best wel coole opleiding. Waardoor echt praktisch iedereen tot een bepaald niveau de Engelse taal beheerst. Terwijl in Canada heb je ook een heel groot deel met van die hele smerige mensen genaamd Fransozen. Die weigeren de Engelse taal tot zich te nemen. Waardoor wij letterlijk procentueel gewijs meer Engelstalige sprekers hebben dan het land dat ze maar boven Amerika zit. Ik geloof dat er zelfs een aantal andere Europese landen zijn die dat ook hebben. Ik wou gewoon even zeggen dat Nederland heel cool, andere landen not so much. Daarover gesproken, er is wel echt één stad in Noorwegen die is best wel respect. Rukjan heet het. Zoals je misschien weet heeft Noorwegen tantoveel bergen. Daar zijn ze zelf ook van op de hoogte dat ze er zoveel hebben. En in Rukjan is er een stad die zit eigenlijk helemaal tussen de bergen. Waardoor er is bijna geen licht daar. Dan kan iedereen gewoon iedere dag zijn lampen aanzetten. Dat is een oplossing. Even kijken, hoe gaat dit dan? Oh, ik kan gewoon heel snel ofzo. Ah ja. Oké, daar beneden zit waarschijnlijk een edelsteen. Of ga ik gewoon dood? Nee, oké, niet dood. Misschien edelsteen. Toppie, toppie, toppie. Yes! Oh, dit was ook gewoon half de route, of niet? Het level is wel leuk. Ik vind het echt weer tof hoe ze toch... Ja, er zit iets van 80 levels in deze game. Ze blijven je toch iedere keer verrassen met de gare levels die ze erin flikkeren. Oké, kom maar door. Gooi me maar op je hoofd. Zelfvernietiging. In 3, 2, 1, pat. Dat noemen we ook wel rekt. Ik kan hier nu geloof ik gewoon naar beneden toe lopen. Als het soort van veilig is. En dan gaan we even hierheen. Ah, hebben die ook weer te pakken. Hartstikke mooi. In ieder geval, deze stad is dus eigenlijk helemaal donker. Wat ja, voor die stad best wel een probleem is. Of ze moeten heel veel energie gaan gebruiken. Maar ze hebben dus een veel cooler idee. Om de hele stad heen staan gigantisch veel... Huh? Spiegels, yes. Ze hebben om de stad heen allemaal spiegels die het zonlicht reflecteren en zeg maar op de stad mikken. Waardoor de stad dus alsnog de hele dag zonlicht krijgt. Het is zelfs dusdanig zo dat al die spiegels die veranderen om... Oh nee. Die spiegels veranderen om de 10 seconden van richting. Zodat ze precies zo staan dat ze die maximale hoeveelheid de zonlicht pakken. Ik vond dat best wel een coole oplossing voor een best wel geinig probleem. Kijk eens aan. Hartstikke mooi. We zijn bij het einde van het level. We did it. Is Toad zijn hoofd nou anders trouwens? Voor mij zijn de stippen omgedraaid, of niet? Rood met witte stippen. Hij is nu een echte paddenstoel. Helemaal fantastisch. Versla geen van de spikes. Huh? Nou ben ik benieuwd. Je kan dit level halen zonder die gasten te vermoorden. Hoe dan? Ze staan er ook gewoon. Huh? De mist. Oh, huh? Hoe deed ik dat dan net? Oh, dat hoort sowieso al zo te gaan. Oké. Okay. Even kijken hoor. We moeten dus een hele toeristische route nemen, denk ik. Oh ja, kijk, deze kun je gewoon pakken zonder hem te verslaan door zo te doen natuurlijk. Daar blijven hangen. Oh, nou dat rekent de game niet helemaal goed, maar sure. Fucking spikes, ik ga het nu doen ook. Even kijken, wat wil ik nog meer vertellen? Ik had mijn onderwerpen misschien iets wat beter uit mijn hoofd kunnen leren. Ik wou het op de valreep toch nog even, ja nu kun je eigenlijk al niet meer wegklikken, hebben over de gietnaad. Dat is een grapje van Guido Weijers. Dat mannen, jullie weten dit als het goed is als je ooit een keer naar een Vimo hebt gekeken. Er loopt zeg maar vanaf je anus tot zeg maar een deel van je balzak loopt er een soort naad. En Guido Weijers maakt ooit de grap dat is je gietnaad. Als in, vaak als een object gegoten wordt in een mal, dan giet je twee helften en die plak je aan elkaar vast. Heel goed voorbeeld daarvan is van die chocolade Sinterklaasen. Die zitten met zo'n klein naadje, want je maakt twee halven en die plak je aan elkaar. Anders kan die niet hol van binnen worden en zo. Is heel moeilijk te maken met een mal. Is een gietnaad. En wij mannen hebben dat ook. We hebben zo'n heel klein... Het lijkt net alsof je lichaam daar aan elkaar is geplakt, zeg maar. Dus je gietnaad, niks mis mee. Hoef je niet voor te schamen of zo. Maar blijkbaar hebben we dus te maken met... Net zoals een beetje dezelfde reden dat mannen tepels hebben. Ik weet niet of je dat weet. Het heeft ermee te maken dat eigenlijk je geslacht net iets te laat bepaald wordt. Het probleem is nu dat ik een beetje dood ga voor mijn gevoel. Deze even hier staan, zeker. Oh, nee. Oké, laat maar. Laat dit hele level maar. Pak maar in en ga maar naar huis, jongens. Het is duidelijk, dit level kan je halen.
Zonder al dit gezeik. Ik ga alleen maar Mario Kart spelen. Doei Toad, doei. Het ding is dus dat mannen hebben dus tepels. Omdat het signaal van hey, je X of Y chromosoom, je bent een man of een vrouw. Dat begint pas wat later te werken. Dus je lichaam denkt, hey, ik ga niet wachten op of ik een man of een vrouw ben. Ik maak die tepels alvast maar even. Heb je ze alvast. Mario Kart, blijkbaar is het ook het idee dat we hebben alvast tussen onze benen een soort holte. Wat een soort van je vagina zou kunnen worden. En dan opeens krijg je lichaam door, oh wacht, je bent een man, rits hem maar dicht. En dat is waar je gietnaad vandaan komt. En met die wijsheid, die smerige wijsheid, maar toch ook realiteit, laat ik je vandaag achter. Zie ik je de volgende aflevering terug bij een nieuwe aflevering van Captain Toad. Met meer verhalen over geslachtsdelen, oude mensen, dode paarden. Je kent het wel. Mannenliefde, waarom ook niet. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Doei!